Zulma is eigenlijk de vrouw naast Roger Avail, die jarenlang voor hem zorgde dat er geld in het laadje kwam. En op die manier kon Roger Avail ook schilderen. Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. Het geldt voor heel wat kunstenaars en Roger Avail was daar geen uitzondering op. Zulma de Nijs was zijn vrouw, zijn muze en zijn manager. Altijd in de schaduw van de kunstenaar, maar voor het 25-jarig jubileum van het Avail Museum nu volop in de kijker. Het Avail Museum is in 1999 geopend en natuurlijk voor een groot stuk dankzij Zulma, de wederhelft van Avail, die hem van meet af aan heeft bijgestaan. In dit geval hebben zij ook samen het museum opgericht. Dus wij beschouwen dit museum ook echt als hun kind. En dat is ook onze opdracht, om ervoor te zorgen dat hun verhaal van beide ouders, zeg maar, verteld blijft. De expo Zulma, muze en manager, toont een teder portret met tekeningen, schilderijen en ook grafisch werk. Zulma is de rode draad doorheen alle werken van Avail die hier hangen. Een mooi eerbetoon, want zonder Zulma was Avail mogelijk nooit zo bekend geworden. In zijn beginperiode werd er wat gelachen met Avail, maar Zulma bleef hem steunen. Zulma die geloofde van meet af aan in de kunst van Roger Avail. Want toen zij trouwden in 1948, was het niet evident dat een vrouw trouwt met een kunstenaar. Men keek op een kunstenaar neer in Machelen aan de Leij. Dat was een klaploper, zeg maar. Carlos Alene stelde niet alleen deze expositie samen, hij schreef ook een boek over Zulma de Nijs. Daarin staan schilderijen, tekeningen en zeldzame foto's. De cover van het boek is meteen ook het favoriete werk van Carlos. Het is een werk dat heel sterk is door het coloriet. En je hebt bijvoorbeeld al die gele vlakjes. En die vlakjes komen ook later in het werk van Roger Avail terug, op andere werken. En het is ook een werk dat eigenlijk vitalisme uitstraalt. Zulma springt als het ware in het doek. Is dit een werk dat u graag misschien zelf in uw eigen woonkamer zou hebben? Ik ga het straks meenemen.